een schuit te maken. En die halen we helemaal uit elkaar. Door het in. Hoop ik dat ze hem weer in elkaar krijgen. Mensen langs, zo 's ochtends vroeg. Het is prachtig weer. Zonsopkomst om 7:30, 8:00. Kan je toch, als je zoiets moois ziet, je eigenlijk niet voorstellen dat hier oorlog is. En dat bij wijze van spreken elk moment hier uit de lucht een raket neer kan komen vallen. Hier is onze gerst, met de nek staat gezaaid. Dat ook, ik kan niet zo goed zien. Dat staat er mooi bij. Dus ik hoop dat die oorlog gauw over is. Kees Huizinga vertelt waarom deze auto's voor het leger ingezameld worden. En die komen van de Duitse post. Die verf van groen. Daar ook die busjes, die waren ook geel van de Duitse post, ook groen geverfd. En die auto's en die vrachtauto's met aanhangers kopen we bij de Duitse post. Deze busjes ook. Die kopen we goedkoop voor $2000, $3500. Die vrachtauto, kijk wat staat hier daar. Geloof ik $10.000 of €12.000 of €12.000. Die kopen wij met onze landbouwvereniging, CVUA heet de hulporganisatie daarvan. En dat zijn allemaal donaties van Oekraïnse boeren. En die kopen we bij een dealer van die postauto's in Duitsland. En dat is toevallig een Oekraïner. En die verkoopt ons dat goedkoop. En die worden hier door onze mensen dus opgeknapt, nagekeken, groen geverfd of zwart geverfd. En die gaan dan gaan naar het leger. Vooral nu voor jongens die met drones vliegen, om die Russen tegen te houden. Of het liefst weg te jagen natuurlijk, maar ook om munitie te transporteren. Dat soort werk gewonden af te voeren. Daar zijn die dingen hartstikke handig voor. Hier komen nieuwe banden onder. Hier de WAR staat daar. Siokrinske Agrarna Rada. De Ukrainian Agrarian Council in het Engels. Oekraïnse landbouwvereniging. ZSU. Dat is de Zbrojne Sile Oekraïne. Dat betekent het leger van Oekraïne. Deze zijn nog niet geverfd. Hier, deze zijn van de DL geweest, dat is niet eens van de Duitse post. Nou, hopelijk gaan we zo langzaam, het liefst sneller, naar de overwinning. We zijn hier ook nog met voedselpakketten aan het inpakken. In een gebouw. Een jaar geleden, ik weet eigenlijk niet eens of een aantal maanden geleden, zie je die raketten naar binnen gevlogen. Al die ramen liggen eruit. Deze voedselpakketten gaan naar vluchtelingen of ouderen die in de buurt van het front wonen en daar niet weg kunnen of geen geld hebben voor eten. De landbouwvereniging brengt ze. Hier staan de producten die wij gekocht hebben. Hier is kippenvlees ingemaakt. Ook geen koelkast voor nodig als je geen stroom hebt. We packen 28.000 foodboxes per month. En voor de laatste jaar we packaged 156.000 grocery sets. 156.000. Dat is 156.000 dozen met een voedselpakket voor mensen in nood. Хлопці, скільки влазить в бусик? Скільки боксів влазить? 200.
200 dozen gaan erin. Nou, kunnen we hier dit? Huh? Spiegel voor veteranen. Aha, dit gaat naar veteranen van het leger. Daar brengen ze dit naartoe. Dus die krijgen ook ondersteuning. Die missen of haar misschien. Die zijn gewond geraakt, of missen een arm of een been. Dat heb ik ook niet al te verteld meer natuurlijk. Dus die krijgen op deze manier ook ondersteuning. Weer terug op de boerderij neemt Kees ons mee naar de nieuwe stal. De nieuwe stal is bijna klaar. Ellen, when do we put the cows in there? Over twee dagen zitten de koeien in. Als het goed is, ze zijn nu de lamp aan het ophangen. Dan wordt die andere groep, hebben we ook meer plek. Wat minder overcrowding of overbevolking. Dus langzaam vooruit. Lamp installeren. Zo, die lampen gaan automatisch. Dat wordt gecontroleerd vanuit die box. En dan kun je dan op de telefoon zien hoeveel lux je geeft. Dus er has to be 400 lux, hè? Has to be 400 lux right now. Zo, daar doet hij automatisch. Die bovenste werkt op 66%, 65%. En de andere kant op 62%. Eens op je telefoon checken. Je krijgt mensen uit het dorp melk. Tijdens melk wordt het afgetapt. Pak eens iets kijken. Zoveel mensen hebben al melk opgehaald. 5 liter, 10 liter, 20 liter. 5 liter, 10 liter, 2 liter. 6 liter zit er staan. Schuim gaat er overheen, maar verse melk rechtstreeks uit de koe. Dat is precies wat die mensen hier van houden. En dat komt hier rechtstreeks uit de koe. Dus verser krijg je niet. En vroeger had het dorp heel veel koeien. En dan hadden ze melk genoeg in het dorp, maar dat deden vooral oudere mensen. En die doen het niet meer en jonge mensen willen het niet. Dus is dit nog de enige bron van melk. Hier en hier op kantoor wordt de melk ook rechtstreeks uit de melkstal in de koffie gebruikt. Perfect milk. Perfecte melk, zegt Ellen. En we zitten op 37 liter per koe per dag gemiddeld nu. 37 liters? 37 liter. Perfecte melk. Alle vloeibare mest ligt op het land. Ik zag 22.000 kuub. We hebben met deze sleepslang gedaan. Made in Ukraine. Dat is misschien ook nog interessant voor Nederland. En dit hier is de nieuwe Citrex van Huizinga. 1100 uur ongeveer. Dit ding is nog zo goed als nieuw en voor een iets kleinere veestapel is een perfecte voermengwagen. De kwaliteit is goed, alleen is iets te langzaam voor ons. Want dit ding heeft al denk ik 20.000 uur en die gebruiken we nog steeds. Het is nog een hele oude Citrex. Dit is de nieuwe Citrex, maar die is niet snel genoeg, dus wij gebruiken die oude Silo King ook nog, die inmiddels al 15.000 uur heeft. Dus als iemand nog geïnteresseerd is in een nieuwe Citrex, laat maar weten. Het is een goede machine, maar was gewoon versleten. Dus nieuwe bodemplaten erin, hier en daar een nieuwe balk erin. Dan kunnen we weer een poosje mee verder. Je nieuwe bodemketting ligt er al. Dus jouw rommel kan ook gewoon weggegooid. De schuiten maken. En die halen we helemaal uit elkaar. Over het idee. Hoop ik dat ze hem weer in elkaar krijgen.
Oekraïners zijn in ieder geval één gat te vangen. Dus dat komt wel goed.